Mijn naam is Jessica Soors. Ik werk voor Stad Vilvoorde als stafmedewerker radicalisering en polarisering. Mijn eerste zorg is de sociale impact die radicalisering kan hebben. Waar wij lokaal naar kijken, is het feit dat radicalisering vaak gepaard gaat met een sociaal isolement. Mensen die niet meer kunnen of willen functioneren in de bestaande maatschappij en een ontsnapping zoeken, bijvoorbeeld in een vertrek naar Syrië. We kunnen een onderscheid maken tussen rechtstreekse aanleidingen en onrechtstreekse aanleidingen. Rechtstreekse aanleidingen kunnen zijn dat Sharia for Belgium heeft aan street dawa, dus het prediken op straat, gedaan in Vilvoorde. Heeft ze ook echt een aantal mensen kunnen recruteren. Dat waren jongeren die vaak bij de politie gekend waren en die Syrië waarschijnlijk als een manier hebben gezien om te ontsnappen. Onrechtstreeks zijn er ook heel wat uitdagingen waar Vilvoorde mee te maken krijgt. 78,3% van de kinderen jonger dan 3 jaar is van niet-Belgische origine. Dat betekent dat er heel veel uitdagingen zijn als het aankomt op integratie, op jeugdwerk, op onderwijs, op ervoor zorgen dat die kinderen een toekomstperspectief hebben binnen de stad. Het zou heel gemakkelijk zijn moest er één profiel van mensen bestaan die risico hebben om te radicaliseren. Dan zouden wij per definitie kunnen weten die persoon wel en die persoon niet. Jammer genoeg is het in de realiteit niet zo. Wat radicalisering in alle vormen volgens mij gemeen heeft, is de sociale dynamiek die ermee gepaard gaat. We zien dat mensen die verleid worden door het radicale gedachtegoed een pasklare, allesomvattende, totaal coherente identiteit aangeboden krijgen. Plots hoeven zij zichzelf niet meer af te vragen wie ze zijn, wat hun doel in het leven is, waarom zij geconfronteerd worden met bepaalde tegenslagen. Er is iemand die hun vertelt wie ze zijn, wat ze moeten geloven, welke auteurs ze mogen lezen, het is heel gemakkelijk. En dat is dan het proces waarin dat ze zich bevinden. En dat is ook het proces waar dat wij lokaal onze partners, scholen, sportclubs, verenigingen, jongere werkers, proberen voor te sensibiliseren. Wat we altijd proberen te doen, wanneer we een signaal krijgen dat een jongere aan het radicaliseren is, is in stap 1 een goed zicht krijgen op de sociale context van de jongere. Wie is die persoon? In welke omgeving bevindt hij zich? En het is eigenlijk vanuit dat zicht op die sociale context dat we proberen de bestaande banden tussen de radicaliserende persoon en de maatschappij te beschermen. En tegelijkertijd gaan we op zoek naar strategieën om nieuwe relaties tot stand te brengen. Als wij merken dat het een jongere is die heel veel worstelt met zijn religieuze identiteit, proberen wij bijvoorbeeld een sleutelfiguur die ideologisch heel veel kennis heeft, die jongere te omkaderen en toe te leiden in zijn zoektocht naar identiteit, naar een alternatief dat niet per se radicaal hoeft te zijn. We kunnen niet in iemand zijn hoofd kruipen. We kunnen geen gedachten lezen. Dus ook al denkt iemand er voor zichzelf het zijne van, daar kunnen we ons niet op baseren, tenzij dat gedrag zich vertaalt in potentieel geweld. Dus wij proberen in te zetten op de handelingen en ervoor te zorgen dat mensen in hun dagdagelijkse gedragingen deel kunnen uitmaken van de reguliere samenleving. In de wetenschappelijke literatuur over radicalisering heet dat disengagement. Dat betekent dat zelfs als iemand radicaliseert, de eerste prioriteit zal liggen bij voorkomen dat iemand handelt naar het radicale gedachtegoed.